Vincent Davids Mobile World Congress. De naam hierachter, Nokia, die kennen we allemaal als een bedrijf wat de meeste consumenten denken dat compleet getrashed is. Niets is minder waar. Nokia is bezig uit de as te herrijzen. Lucent, Alcatel, Siemens en het oude Nokia netwerkbedrijf is zeg maar geïntegreerd aan elkaar. En die hebben nu langzaam een portefeuille die heel veel telecommunicatiebedrijven in de achtergrond gebruiken. Dus Nokia is niet meer een consumentenmarkt. Ze hebben hun mapping divisie verkocht. Ze hebben al hun telefoons verkocht. Maar hierachter zit een gigantisch bedrijf waar 5 grote bedrijven geïntegreerd zijn. En de nieuwe CEO is bezig dat nu allemaal te samen te smeden. En Nokia herrijst en wordt gewoon een groot en machtig bedrijf. Vergelijkbaar met Huawei, vergelijkbaar met ZTE en vergelijkbaar met Ericsson. Dus wat dat betreft schijn bedriegt. En dit is gewoon het nieuwe Nokia waar een nieuwe CEO enorm bezig is dat allemaal te integreren. Maar je mag er niet in, want het is alleen maar toegankelijk voor klanten, voor telecomklanten die echt gewoon werken met dit soort spul en minimaal 10 miljoen of 100 miljoen te besteden hebben. Oké, Nokia zet stevig in op 5G. Daarmee willen ze zich positioneren als een groot geïntegreerd bedrijf. En hier laten ze dan bijvoorbeeld zien hoe die autootjes autonomous kunnen rijden, afstand houden met elkaar. Alle auto's houden elkaar in de gaten, communiceren met elkaar. Je kan gewoon bam, mijn voet neerzetten, hij stopt gewoon, iedereen stopt gewoon. En doordat je eigenlijk de afstand veel korter houdt tot elkaar, kunnen er op een gegeven moment om een weg 3 keer zoveel auto's rijden dan als het allemaal gewoon gebeurt met mensen. Mensen zijn rampzalige bestuurders, zorgen voor heel veel mensen die doodgaan, ongelukken. En je hebt ook gewoon heel weinig capaciteit. En dat laten ze hier zien met 5G, want 5G heeft instant reactie. Is dat een leuk vooruitzicht dat we straks zo op de Nederlandse wegen zo rijden, Ben? Ja, zeker. Dan heb je geen stoplichten meer nodig. Nee, dus deze kruising, moet je toch zien dat je dat soort kruising zou doen met mensen. Dat zou een ramp worden. Er gaat nooit iemand doorheen. Dit gaat gewoon 100 keer sneller als computers de kruising managen dan als wij mensen dat doen. Dat kunnen wij gewoon niet. Mooi voorbeeld van 5G toepassingen.